Willemijn en ik ben een van de procesbegeleiders van Groen aan de Buurt. We zijn hier nu in Lopik en hier hebben we dit jaar nog met bewoners, gemeente en de woningcorporatie de buurt vergroend. Groen aan de Buurt is een project van Natuur en Milieu Federatie Utrecht, IVN Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht. Wij ondersteunen gemeenten en ambtenaren in het verwezenlijken van groene bewonersinitiatieven. Dus tegels eruit, groen erin. En dat doen we voor meer biodiversiteit, een beter klimaat of gewoon voor de gezelligheid. Ons doel is een groenere omgeving en betrokken bewoners. En als je meedoet aan Groen aan de Buurt, dan is jouw buurt zo heel snel een groen paradijsje. Teamwork, hè? Hop, dit gaat een worden. Nou, de gemeente Lopik vindt het heel belangrijk dat de bewoners hun wijk waarderen. En dat ze ook verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woon- en leefomgeving. Er was daar een veldsymposium geweest in wijk Beduursteden. Daar was de Groen aan de Buurt aanpak al een keer geweest. En ja, dat was gewoon heel inspirerend. Ik heb daar ook met de bewoners gesproken van wat komt er allemaal bij kijken, hoe betrek je daar je buren bij. En ja, toen ik in 2019 als wijkregisseur begon, toen hoorde ik heel veel mensen ook zeggen van ja, er zijn zoveel stenen in deze wijk en we missen ook heel erg de gezelligheid van vroeger. De sociale cohesie heb ik altijd heel erg belangrijk gevonden. Maar ook al die stenen, ja, die hebben gewoon geen nut in deze binnenpleinen. Ik noemde het ook wel eens de betonnen wijk. En het was eigenlijk altijd heel erg heet, is het ook in de zomer. En als het slordig is, gaan mensen er ook helemaal niet meer hun best voor doen om het mooi te maken. En nu zie je uiteindelijk dat ook onze buren willen eraan meewerken. En het blijft nu ook netjes. En dat is eigenlijk wel, het is niet meer het gevoel dat je dacht van, we zitten in een achterstandswijk. De sociale cohesie die hier ontstond. Je merkte echt dat de karretrekkers ervoor gingen. Dat ze elkaar echt ook vonden. En ik vind het heel mooi om te zien hoe ze met elkaar optrokken en elkaar ook op sleeptouw namen. Om gewoon de plannen voor elkaar te krijgen. De energie die daar weer uit voortkwam. Ja, dus het was echt een team. Ja, ik ben heel trots dat de inwoners het zo opgepakt hebben. Ze waren eigenlijk altijd een beetje gewend van, joh, in deze wijk lukken die dingen niet zomaar. Wie zegt dat het nu wel gaat lukken? En de ambassadeurs zijn er echt voor gegaan. Die hebben eigenlijk de buren allemaal erbij betrokken. En het is echt een samen project geworden. Zij hebben dit project echt, het ligt ook in hun handen. En hoe ze dat doen, daar zijn we gewoon heel erg blij mee. En daar zijn we ook heel trots op. En daar willen we ook heel zuinig op zijn. Waar ik het blijst mee ben is, het is gewoon heel erg opgeknapt. Het is eigenlijk een extra tuin die we erbij hebben. Ook we hebben achter een tuin, maar nu hebben we ook voor onze deur een mooie tuin. En ik vind het zelf heel mooi als je aan kan lopen en je kijkt zo de wijk in. Dan is het echt zeker heel wat meer waard geworden. Ja, zeker weten. In totaal zijn er 3 binnenpleinen opgeknapt. Zijn er 12 geveltuinen bijgekomen. Er is een robuust groenvak gekomen. En er zijn zenuwdaken aangelegd. Vergroenen is gewoon heel erg belangrijk. En als ik nu ook zie, zoals het klaar is allemaal, dan merk je gewoon hoeveel plezier mensen er ook aan beleven. En ook als jou aankomt, ziet het er ook al gewoon heel leefbaar uit. Kinderen waren er heel blij mee. Dat ze zeiden, oh, we hebben bomen en bloemen. Daar waren de kinderen zo ontzettend blij mee. Dat maakte ons al blij om het extra te doen. Ik ben heel trots. Ja, omdat het gewoon gezellig is en leuk. Het ziet er leuk uit. En maar kijk, je ziet het toch zelf. Het is toch geweldig. Dus ja, daarom ben ik trots. Ben je ook enthousiast geworden? Neem dan vooral contact met ons op. Wij kunnen jou helpen om jouw gemeente groener en gezelliger te maken. En voordat je het weet, heb je net zo'n mooie buurt als hier in Lopik.